De melding waar we voor gealarmeerd werden was een woningbrand. Troelstraat in Struijen. Aangekomen op de kazerne was al gauw duidelijk dat we maar met 4 man waren. Dus we zijn met 4 man vertrokken naar het brandadres. En ook wetende dat de tweede TS al meegealarmeerd was op het incident. Tijdens de rit ben ik best wel met mijn manschappen in gesprek geweest van joh, hoe gaan we dit aanpakken? Voor ons was het ook de eerste keer sinds we TS Variabel opgeleid zijn dat we met z'n vieren op weg waren naar een serieuze melding. In ieder geval die klonk heel serieus. Dus ja, dan komt het stukje waar je opleiding in hebt gehad, training. Ja, dat moet je in praktijk gaan brengen. Ja, we stappen net, we zijn net op plaatsen, uitslaande brand, slaapkamer. We gaan hem eens proberen van buitenaf een opdracht te geven. Ik wil jullie graag voor de waterwinning hebben. Ja, ter plaatse hebben we de Transitional Attack toegepast en dit hebben we gedaan direct vanaf het voertuig. En we hebben hierbij er niet voor gekozen om eerst de waterwinning op te bouwen, maar om direct een Transitional Attack uit te voeren vanaf de tank, vanaf het voertuig. Mijn overweging om die transitional attack vanaf het voertuig uit te voeren was voornamelijk de snelheid. De 120 was onderweg. Je wil een veilige weg voor hen naar binnen creëren. Dus hebben we hem gelijk vanaf het voertuig, vanaf de tank uitgevoerd. Ja, misschien is het even handig als jullie buiten met lage druk de traditionele attack doen, dat wij direct met hoge druk naar binnen gaan, over. Ja, die bereiden wij nu voor. De samenwerking met de 120 die verliep goed. Ik had een helder beeld van met hoeveel ze waren, dat ze aanrijdend waren. Er was ook goed overleg en we hebben met elkaar een plan gemaakt van wij voeren de transitional attack uit. Zij komen gelijk erachteraan en gaan met 2 stralen hoge druk door de woning in. Ter plaatse liep ik wel tegen een aantal dilemma's aan. Een van de belangrijkste is waterwinning. Je wil toch zorgen dat je waterwinning hebt, want je gaat met lage druk aan de slag. Maar die was nog daar. Dat waren gewoon 3 lengtes toevoer die we uit moesten rollen om waterwinning te krijgen. Ja, dan moet je een keuze gaan maken van ga ik eerst mijn waterwinning opbouwen of ga ik gelijk inzet plegen op het object. In de totale inzet had het uitvoeren van het transitional attack 1 groot voordeel en dat was de weg naar binnen voor de 120 vrijmaken, zorgen dat ze veilig naar binnen konden. Op het moment dat de 120 aankwam hadden wij de transitional attack uitgevoerd, hadden we buiten geen vlammen meer en konden zij direct door naar binnen.